Ja, eventjes over die Mallorca-zaak. Ja, jullie weten nog wel, natuurlijk weten jullie het, want ik volg die zaken en jullie volgen met mij. Weet je, van die Carlo Heuvelman die een jaar geleden is doodgeschopt daar op Mallorca. Nou ja, die rechtszaak die is nu dus nu in volle gang. En ja, we waren natuurlijk allemaal heel erg benieuwd naar waar de officier van justitie mee zou komen. Met wat voor straffen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb in het verleden heb ik die openbaar ministerie. Nou, die heb ik wel een paar keer zo'n knal voor een kanus gegeven. Die heb ik wel aangepakt. Want in het begin lieten zij die jongens, die verdachten, die lieten ze veel te lang lopen. En die liepen maar vrij rond. En die konden met elkaar vrolijk allerlei afspraken maken. En ja, toen waren wij met z'n allen boos op dat openbaar ministerie. Maar nu moet ik zeggen, vrienden, ja, ik moet ze nu toch wel een complimentje maken. Want ja, die straffen die ze nu geëist hebben, nou, daar kan ik me wel aardig in vinden. Eigenlijk zijn ze met mij meegegaan, want ik heb gezegd, die drie gasten, weet je, die Hein, die Mees en die Saniel, ik zei, ja, die hoofdverdachten, die willen niks zeggen. Dus die houden allemaal mondje dicht en ja, en die wijzen keurig naar elkaar. En toen zei ik van, nou ja, als niemand iets wil zeggen, dan geef je ze alle drie gewoon 10 jaar en dan de groeten. Maar wat heeft hij nou gedaan, de officier van justitie? Die geeft er eentje, die Saniel, 10 jaar en die andere twee krijgen 8 jaar. Nou ja, hey, luister even goed. Dat vind ik wel redelijk goede straffen. Want iedereen zegt nou ja, maar dan komen ze heel snel vrij. Nee, dat heb ik even nagekeken. Dat is niet meer zo. 2/3. Nee, dat is niet meer zo. Ze moeten minimaal dus, als het 10 jaar, dan is het 8 jaar. En is het 8 jaar, dan is het 6 jaar. Er gaat maar 2 jaar vanaf, vrienden. Dus ik vind dat redelijk goede straffen. Met het gebrek aan bewijs. Want daar gaat het om. Ja, want zoveel bewijs heeft hij dus niet. Het is een beetje van horen zeggen, van getuigen. En hij heeft geen videomateriaal, die officier van justitie. En hij heeft, en dat is heel goed wat ze gedaan hebben, mee laten wegen dat ze gezwegen hebben. Dat ze niks verteld hebben. En daar worden ze nu op aangepakt. Ja, zo van, oh, als jullie dus je mondje dicht houden, nou goed, dan gooien we er nog iets bovenop op de straf. Dus uitstekend. Nou goed, en nu is die verdediging, die is nu volop aan het werk nu. Want nu roept die mevrouw bijvoorbeeld van die meest, die zegt, ja, maar goed, jeugdstrafrecht moet maar voor hem gelden. En trouwens nog helemaal niet bewezen dat hij er iets mee te maken heeft. Dus we geven hem een 1/2 jaar. Haha, ja, dag. Dag mevrouw de advocaat, de groeten met je 1/2 jaar. Natuurlijk niet. 8 jaar geëist, 1/2 jaar. Hey. Is dat een beetje verschil? Nee, natuurlijk niet. En liet Mees weten, ja, ik heb slecht geslapen. Ja, nou, hey, hou er zo. Blijf jij lekker de komende jaren maar lekker slecht slapen, Mees. Kijk wat je hebt aangericht. En nou goed, dus nu is het afwachten. Nu is het allemaal in de handen van de rechters. Ja, want je advocaten gaan natuurlijk van alles komen. We krijgen nog die Plasman, of Plasmans, hoe die heet. Die gaat dus nog voor die Saniel in de weer. En die komt natuurlijk met, ja, hij is op een stoeprand gevallen. En we hebben natuurlijk andere uitslagen met DNA. En noem het allemaal maar op. Dus ja, en nou ben ik zo bang dat die rechters het alsnog gaan lopen verknallen. Ja, over een maand gaan we dat weten. Maar ja, heren, dames, rechters daar in Lelystad, jullie kunnen het niet verknallen. Jullie mogen het ook niet verknallen. Want, en jullie weten ook dat wij met z'n allen en eigenlijk heel Nederland, die kijken gewoon over jullie schouder mee met wat jullie gaan zeggen. Ja, en er komt dus gewoon een soort nationale verontwaardiging als jullie daar dus heel veel van die eisen gaan afhalen. Dus ga dat nou niet doen. En laat die Plasmans en al die advocaten, laat ze maar kletsen. En doe gewoon wat jullie moeten doen. Geen lange neus. Tada, ik moet hem zo doen. Naar de rechtvaardigheid.